like everything about you. Hier staan al onze koffers al klaar. En dit, we eten nog even peanut butter toast. Perfect getoast. Ja, look at it. So, how did you experience us being in your house for a month? Beautiful. Beautiful. It's great to see Richard again. Yep. Smiling Richard. And so pleased to meet our daughter-in-law, who has helped me an awful lot and even cooked dinner last night, which was beautiful, wasn't it? Beautiful. Vegan spaghetti bolognese. Yes. It was but I had to work really hard to make it tasty because I can't serve you vegan and then it's not nice, that's you know? Right. That's it was lovely. It was yummy. It was lovely. Very yummy. And then, of course, we've met Sydney. Bye-bye. Haven't we, Sydney? That's very special. We've met little Sydney. More than special that you've made the effort to come. It really is. It's fantastic. The time spent in the house with Sydney and you was the most valuable one on this trip. Because lovely. She really connected. Yes. She only wants to cuddle you now. So the goal that we had was is reached. That's No doubt about that. So no, all lovely. Just fantastic. And it wasn't too long. We're not ready to kick you out. No. We're ready to keep you here. Yeah. That's right. Yeah? You want to stay in that empire? Yay! That would be good, wouldn't it? No, we also loved staying here. Good. Yeah, good. Very, very good. Way easier than expected. I was nervous about also Sydney, for example, making a mess with the food, but I didn't feel you were annoyed by that at all. No. We have a floor you can mop. Yeah. Thanks for having us for the month. Thank you for coming. Just remember, if you come over here, this home's your home. Bye. Good trip. Thank you. Let's go. Bye. Love you. Safe travels. We gaan naar huis. We're international. Dus met 2 verdiepingen. En daardoor heb je dus in de economy class ook gewoon heel veel ruimte. Oh, super veel ruimte met je benen en aan de zijkanten. Dus we gaan nu van Sydney naar Singapore en dan 3 uur overstap en dan naar Amsterdam. Dan zijn we lekker thuis. We hebben heel erg zin om naar huis te gaan. Ons eigen geweldige huis. Sydney de eigen kamer heeft. Ons eigen eten, lekker in de supermarkt koken. Mama. Ja? Vliegtuig. Mooi hè? Dus we gaan lekker naar huis. We gaan heerlijk genieten met z'n drieën. En het was heel leuk bij Nana en Pa, want ze heeft echt een band opgebouwd. En we gaan jou even opvoeden als we thuis komen, want er zijn hier geen regels geweest. Fietsen heb ik heel erg gemist. En... Mama? Ja? Maar we zitten in ieder geval nu helemaal goed met kussens. Met kussensloopjes, jongens. Gewoon met katoenen hoesjes. Oké, Harry? Ja. What do you look forward to going home? What did you miss from Holland? I missed my bike. Yeah. Mijn fiets. And geen traffic. Geen verkeer, niet in het verkeer. Ja. Geen verkeering. Verkeer. Een schoon family. Ja. En ik mis mijn werk. Mijn werk, ja. Ja, werk en sportschool. Yeah, sports coat. I missed ducking down at the supermarket and grabbing something really quick. And for us, we've had to go for like a drive for 20 minutes to go to the supermarket. And then into a parking. Get into the shop. Into a shopping mall, Line up, go to the shopping, and then come back. But we loved it, hey? We loved it. It's good. We loved the trip. Just a different way of life. Yeah. A little more complicated than Nederland. Yeah. Ik mis jullie.
Wow, Sydney. Wish me luck. Wish me luck. 24 hours of this. Open. Of sewing into the mouthpiece. Reisverslag leuk. Ik praat heel veel vanuit de reis, vanuit de het vliegen en zo. Sorry. We hebben net deze snack gekregen, peas en crackers. Dus kikkererwten en doperwten gefrituurd en weet ik veel nog iets en crackertjes. Heel lekker. Een India's vegetarisch gerecht. Heel lekker. En Richie en Sydney eten nu McDonald's. Dat was het dessert. Singapore. Ik heb nu echt 4 lagen skinfood op. Want ik voel me gewoon uitdrogen altijd in het vliegtuig. En dan smeer ik gewoon echt elke 2 uur laag op. Dus dat is heel vies, maar dat voelt wel lekker. Leuke reisinformatie. En nu zo naar de gate. Ik zit hier ook echt midden in de gang. Ik ben even gestrand. Ik moest de cola, want het is nu midden in de nacht voor ons, dus we moeten nu nog zeker wel 4 uur, dus 2 uur overstappen. Dus Richie en ik moeten er even tegenaan, maar ik denk dat ze dan haar nachtslaapje ingaat. Dan kunnen wij ook even Elsie knappen. Alsof het engineered knees zijn, weet je wel. Alsof het erin gezet is met extra stof. Hey, rechts, rechts. Ja. Ja, daar is het. Go, 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 go. Deze schoenen erbij, netje. En ja, ik ben dus weer thuis, zoals je ziet. Het was dus een hele mooie vakantie. Met als hoofddoel om veel tijd met Richie's familie te spenderen. Nou, het was natuurlijk gewoon geweldig bij de ouders van Richie thuis. Op Fiji met zijn broer en schoonzus. Daarna nog bij oom en tantes langs geweest. Dus het was gewoon, ja, perfect. Wel, ja, waanzinnig land. Wel dat ik echt nog veel meer moet zien. Want zelfs Richie zegt dat hij nog lang niet alles heeft gezien. Dus hem lijkt het ook heel erg leuk om volgende keer te gaan reizen. En dan verschillende dingen te gaan bekijken. Maar ja, het hoofddoel was tijd inhalen die we eigenlijk hebben gemist de afgelopen 3 jaar. Ik ga nu even laten zien wat ik heb gevonden. En dan gaan we weer terug naar het normale leven. Ja, ik begin maar even met dit ding. Dit is een linnen blazer. Ja, heel mooi linnen rich blend European finish. Maar dan made in Australia. Size 40. $15 was die. De kwaliteit van deze linnen
Ja, daar viel ik op en toen heb ik hem snel aangetrokken. Maar nu denk ik, is dit niet gewoon een mannenblazer? Moet ik hem niet weggeven, bijvoorbeeld aan Quentijn of zo? Ja, is dit iets wat ik ga dragen? Of was ik gewoon smoor verliefd op hoe luxe het is? In ieder geval vind ik dit qua kleur wel mooi. Het is niet groot, het is niet klein. Het zou, als het passend zit, denk ik, heel chic kunnen zijn bijvoorbeeld bij Quentijn. Ik ga dit weggeven. Als Quentijn niet wil, kan het weer naar de kringloop. Is hij gewoon helemaal vanuit... Het zijn wel mooie details. Heel relaxed. Helemaal vanuit Australië geïmporteerd. Super fel blauwe shortsleeve blazer. Die ik wel al de hele tijd aan wil. Hij zit echt met alles leuk. En er zitten dus hele mooie geborduurde figuurtjes op. En deze was $18. Oh, thanks guys, hè, voor jullie mega leuke reacties op al mijn video's. Ik kwam er dus achter dat het heel veel content was. Dus ik ben daardoor elke dag gaan posten. Maar elke dag gewoon leuk hoe jullie ernaar kijken. Wat jullie zien in de vlogs, in de edits. En ja, het was heel motiverend om lekker veel te editen. Ook te gek voor Richie en mij om terug te zien. Hè? Want wij keken er natuurlijk ook naar. Het was ook alweer weken geleden dat we het hadden gefilmd. Dus dankjewel voor jullie support. Het was heel leuk om te maken. Nou, mijn lievelingsitem. Gigantische navy polo. Ja, er zit een streepje in en dat is door verhitting erin gebracht. Dus daar waar het verhit is, gaat het glanzen en de rest blijft mat. En dit is reflective. Ja, reflecteert zie je heel goed op beeld. Maar ik vind dit gewoon heel mooi dat hij zo groot is. En een polo. En dan wil ik hem eigenlijk met all navy aan gaan doen. Die was $12. Deze maat 7XL. Oh! Daarom is hij zo groot. Er hing nog een zwarte. Ik had die zo mee moeten nemen. Maar ja, ik dacht dat ik moest kiezen. Er hing een navy en een zwart. Ik denk, welke is mooier? Navy. En later dacht ik, oh, ik had ze ook allebei kunnen doen. Maar goed. Oh ja. Ja. Giga. Zelfs als je de knopen dicht houdt, is die kraag nog gigantisch. Kijk. Die neckline, die is gewoon mega diep. Oh, dit was dan de laatste Australië vlog. En de volgende vlog is weer heerlijk in Nederland. Ik heb al wat dingen gefilmd. Ook weer, ik denk ook weer heel leuk. Fijne dag gewenst. Doei!